een doordeweekse avond en de mannen hebben na een zware training stevige trek. Tijd om eens naar hun favoriete restaurantje te gaan en natuurlijk is het Taxi de Ridder die rijdt. Nou ja, ik ben de vaste taxi van Mark. En, omdat hij nogal moeite heeft met zijn rijbewijs te halen. Dus anders moet hij altijd met de fiets om eten. Dus gaan we een paar keer per week gaan we naar een restaurantje. Hij is zich nu echt aan het gedragen, moet ik zeggen hoor. Want normaal dan, hij rijdt wel voorzichtig. We hebben nog nooit een ongeluk of zo gehad, dus ik ben echt tevreden over. Ook een paar weken geleden ben ik als bij toeval. Nadat een rotonde rechts afslaan. Als bij toeval hebben we een restaurantje leren kennen in Maarsen, dat heet Delis. Dat is een leuke vent, Tunesier, die daar kok is. En, hele vriendelijke vent en lekker eten, dus daar zijn we nu op weg naartoe. Sla rechts af op de rotonde. Beide mannen houden van lekker eten en ook voor vanavond staat er weer een prima menu op het programma. Als voorrecht krijgen we een combinatie van tonijn en nog iets visje. En dan als hoofdgerecht krijgen we couscous, typisch Tunesisch denk ik, want het is een Tunesier. En met de visje ook, dus lekker gezond en voedzaam. De vrienden en collega's praten veel over voetbal. Ja, we waren twee goede verdedigers. Ja. Maar hun vriendschap gaat verder dan alleen maar praten over hun vak. Ja, Steve en ik hebben gewoon een goede band naast het veld. Dus dan ga ik met hem mee en dan gaan we lekker eten samen. We kunnen ook allebei thuis eten. Maar wat ik net zeg, we hebben een goede band, dus het is gezellig samen te eten. Eigenaar van het restaurant is Latif Feriani en hij vindt het altijd gezellig als Steve en Mark komen eten. Iedere keer maakt hij weer iets speciaals voor de mannen. Kritisch, ze zijn heel makkelijk. Ja. En ze kijken niet eens ook voor het menu en ze zeggen nou Latif, maak iets voor ons. En dan vinden ze prima. Ik maak heel veel gezonde dingen voor hun. Hè. Dat ze, vooral voor Steve, dat hij meer natuurlijk kan scoren. Heel veel vis eet ze. Regelmatig gaan ze uit eten, maar Steve blijkt zelf ook een aardige keukenprinses te zijn. Ik woon al van 18 op mezelf. Dus het is normaal dat je een beetje de weg leert kennen in de keuken. Af en toe nodig die dan ook uit, bijvoorbeeld voor wedstrijd als ik een pastaatje maak of zo. En dan komt hij even bij me thuis eten. Ik vind het maar normaal, weet je. Mijn vriendin is er ook niet altijd. Dus die komt alleen maar in het weekend, zeg maar, van vrijdag tot zondag. Dus ik sta heel lang op mijn eigen benen. En dan is het normaal dat je leert koken. En mochten de mensen nog twijfelen of ze het wel echt lekker vonden. Deze is echt top, hè, deze. Dit is jouw favoriet, hè? Lekker hoor, echt top, ja, echt fantastisch. Al met al een geslaagde avond. Vriendelijke man, lekker eten, dus wat moet je meer?